Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken stelt dat de parkeerdruk op het terrein van het ministerie blijft toenemen. Dagelijks komen bezoekers langs die veilig willen parkeren. Derhalve is besloten speciaal voor de bezoekers parkeergelegenheden buiten het terrein te introduceren. Bezoekers die graag binnen wensen te parkeren, zullen, indien er vrije parkeerruimtes op het terrein ter beschikking zijn, in de gelegenheid worden gesteld om tegen betaling te mogen parkeren. De aanleiding was dat toen ik begin hier kwam, hebben we een rondleiding met het heel personeel gedaan. En een van de grootste klachten van het personeel was dat ons eigen personeel niet kan parkeren op het terrein zelf. Dus hebben we gezegd, goed, dan gaan we... het ministerie van Openbaar Werk is een groot ministerie, dus er zijn ook veel bezoekers. Dus hebben we gezegd, weet je wat, dan gaan we voor de bezoekers speciale parkeergelegenheid introduceren. En we gaan het personeel de gelegenheid bieden om binnen te parkeren. Vooral onze dienstvoertuigen moet ik goed kunnen zien waar ze zijn. We hebben ook machines, etc. Dus wat gaat gebeuren is dat binnen op het terrein voor het personeel bestemd gaat zijn. En als er mensen zijn die heel graag binnen willen parkeren en we hebben die optie, dan gaan ze, dan mogen ze betalen per uur. En dan mogen ze ook binnen parkeren, er wordt gelet. We gaan de beveiliging opvoeren van het terrein met wachters. En buiten, we hadden hier een terrein dat, vooral als het regenweer is, dan is het modderig. En daarop wil ik niet hebben dat gasten komen parkeren, bezoekers van het ministerie. We zijn het grootste ministerie dat projecten bouwt, maar we kunnen onze eigen gezicht niet goed bouwen. Dat ben je geen goed ministerie. Dus daarom heb ik gezegd, laten we een voorstel doen. Dus wat is nu gebeurd? Er is een nette parking buiten georganiseerd. Er kunnen zeker meer dan 100 auto's gaan we kunnen laten parkeren buiten. We zetten een bewegwijzer in, we hebben het voetpad ook aangelegd, omdat er heel veel scholieren hier via de bus uitstappen, die dan gebruik maken van het voetpad. En we hebben ook het overstikvoetpad aangepast. Dat behoort tot de planning om het probleem van netjes parkeren, veilig parkeren op te lossen. Om een onderscheid te kunnen maken, gaf de OW-minister aan dat personeelsleden in dienst van dit ministerie zullen beschikken over een bewijs of een werkpasje. Dienstvoertuigen met een burgerkentekenplaat zullen worden voorzien van een dienstkentekenplaat, zodat zij beter herkenbaar blijven voor de parkeerwachters. Dus we hebben de wachters, die gaan als eerste moeten opletten dat de mensen die een pasje hebben of een bewijs dat ze hier werken naar binnen kunnen gaan. De dienstvoertuigen die kennen we, die herkennen we, dus alle gele penningen gaan veranderd worden door blauwe penningen. Alle dienstvoertuigen van OW moeten een blauwe penning hebben. Ik wil zien waar de auto's zijn, wie die auto's zijn. Dus dat is dan makkelijk, één probleem opgelost. En gewoon personeel die gaat een heel eenvoudig pasje van ons krijgen. Sommige afdelingen hebben het al. En daarmee kunnen ze door naar binnen. Dat is wat dat betreft. En net wat ik zei, we gaan genoeg ademruimte hebben. Want de helft van het park zit vol kapotte auto's. Dus als we die weghalen, is er ruimte voor mensen die als ze graag binnen willen parkeren. Dan kunnen die 30 SRD per uur of 50 SRD per uur. Ik weet niet wat het wordt hoor. Maar betaald parkeren, dan mag je binnen komen parkeren. Natuurlijk, mensen met beperking die zijn vrijgesteld bij het ministerie van Openbare Werken. Voor mensen met beperking hebben we een speciale faciliteit dat ze helemaal bij de deur, zoals het altijd was, kunnen parkeren. Er is al een bordje daar, maar we gaan ook een extra parking voor ze reserveren. Narayindad Sitaram, hoofdafdeling Wegen, sectie Paramaribo, bij het ministerie van Openbare Werken, laat optekenen dat hij de opdracht uitvoert welke door de leiding is gegeven en bedoeld is om de ruimte te fatsoeneren en het parkeren te ordenen. Kijk, we hebben opdracht gehad van de leiding om voorop te fatsoeneren en het parkeren te ordenen. Hier voorop. Men ging kriskras parkeren. We hebben toen samen met de directeur en de onderdirecteur een plan gemaakt. We hebben hier voorop voorzien van een looppad voor die schoolkinderen. En een deel eigenlijk met weesbeleg voor het parkeren. U ziet zelf dat het parkeren nu netjes geschiet, niet kriskras. Eigenlijk is dat de bedoeling. Dat mensen hier netjes parkeren. En dit hebben we gedaan voor die bezoekers eigenlijk. Bezoekers van OW kunnen nu hier parkeren en naar binnen lopen. Binnen is bijna vol. Daarom hebben we dit deel voor OW in 3 blokken gekozen. Blok 1, 2 en er komt nog een blok daar. Dus
Er is genoeg parkeerplaats en dan houden we binnen die parkeerplaatsen voor het personeel en, denk ik, bezoekers die de minister willen bereiken. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft de evaluatie- en adviescommissie bestaande uit 6 personen geïnstalleerd. Hij is van mening dat in de loop der tijd genoeg werk is verricht en het ministerie nu vernieuwingen dient te brengen in de uitvoering van projecten. Zowel interne als externe personen hebben zitting in de eerste commissie onder leiding van de huidige minister. Laat me gewoon kort wat zeggen. Dat dit de eerste commissie is die we onder leiding van mij als nieuwe minister gaan installeren, zo meteen. En de directie weet dat een van de intenties van mij als minister was om vernieuwingen te introduceren. Er is heel veel goed werk gedaan, maar we gaan een beetje een trapje hoger gaan. Dus we proberen overal in de organisatie, in de uitvoering, wat nieuwe dingen bij te zetten, wat vernieuwingen te brengen. En zo bij deze commissie hebben we dat ook gedaan. Het was de eerste. We zitten nu bij de derde commissie en steeds vernieuwen eisen, profielen, etc. Dus bij deze commissie hadden we bijvoorbeeld gelijk voorgesteld uit de commissie om de naam te veranderen. Dus het heet geen gunningscommissie meer, maar het heet evaluatie- en adviescommissie. Het ligt in de bedoeling dat zowel kleine als grote projecten worden aanbesteed. Veel basismateriaal is ontwikkeld en ook zijn er instructies aanwezig hoe dat allemaal toe te passen. Vanwege de transparantie heeft het werk van de commissie een confidentieel karakter. Naast de beschikking wordt ook een confidentiële verklaring ondertekend, zodat het ministerie te allen tijde wordt beschermd. Voor zover ik weet gaat het hier om alle aanbestedingen, dacht ik. Kleine projectjes tot grote projectjes die we hier doen. En er is heel veel basismateriaal ontwikkeld. Dus er zijn instructies hoe dat allemaal moet gaan. Ik heb eentje ook bijgewoond onlangs. Dat gaat allemaal heel vlot, heel makkelijk, heel transparant, laat ik zo zeggen. Maar het werk van deze commissie, dat heeft naar mijn bescheiden mening wel een confidentieel karakter. Toch? Dus vandaag gaat u, los van die beschikking die men 50 jaren lang altijd kreeg, de beschikking ziet er zo uit. Soms met inhoud, soms zonder inhoud, toch? Maar vandaag gaat u ook voor het eerst iets speciaals ondertekenen. Dat is een confidentiële verklaring. We hebben vaak hier geruchten gehoord dat alles uitlekt. En geloof me, er lekt nog veel uit. Dus we gaan proberen onszelf te beschermen, maar ook het ministerie te beschermen. En die verklaring gaat u straks ook tekenen. Dat u heel confidentieel omgaat met de documenten die u krijgt. De commissie heeft als hoofdtaak het uiteindelijk adviseren van de minister op basis van de inschrijfdocumenten. De stukken gaan op advies van de commissie naar de Raad van Ministers voor een tweede screening. Bij het constateren van onduidelijkheden worden de documenten teruggestuurd naar het ministerie. De hoofdtaak is het adviseren van de minister uiteindelijk. Op basis van de inschrijfdocumenten. Je weet wanneer de aanbesteding is, dan zet men een envelop zijn documenten en dan komt men in een zaal, het wordt geopend. En dat zijn de inschrijvingsdocumenten die nodig zijn als we iemand het werk moeten gunnen. En dat is een heel pakket aan documenten. Alles moet correct zijn en dergelijke zaken. U weet dat die stukken dan, op advies van jullie, vanwege het bedrag, dan gaat naar de Raad van Ministers. En daar komt er een tweede screening van documenten. Dus als daar blijkt dat iets niet goed is, dan gaat het teruggestuurd worden. Toch als we daarvan mening zijn dat iets toch niet correct is, dan kan het zijn dat het teruggestuurd wordt. Trouwens, dat is ook al gebeurd. Om een voorbeeld te geven, wanneer alles leuk en aardig is geweest, maar wij komen daar tot de ontdekking dat het de verkeerde bedrijven toch zijn. Toch? Dus stel je voor, je koopt een computer, maar je hebt een kleerbedrijf gevraagd om dat te doen. Dat klopt het niet. Dus jullie hebben een verschrikkelijk belangrijke verantwoordelijkheid om goed te onderzoeken naar billijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid of alles een beetje klopt. Het gaat niet alleen om het bedrag. Kwaliteit is ook verschrikkelijk belangrijk. Dus de bedrijfsprofielen, de zekerheid is ook belangrijk. En je weet, tegenwoordig hebben mensen alle soort nepbrieven. Dus dat soort dingen zijn ook belangrijk om te onderzoeken.